Die discussie was er over Nederlandse agenten eventueel en boa's een hoofddoek laten dragen. Het leger wordt ook genoemd als symbool van neutraliteit. Wat ziet u daarvan? Hoe staat u daar tegenover? Nou, om te beginnen ben ik, net zoals jij net zei, ontzettend blij dat ik leef in een land waar we allemaal zelf mogen bepalen wat we dragen, hoe we eruit zien. Dus dat is voor mij toch wel een heel belangrijk kenmerk van vrijheid. En verder ben ik ook groot voorstander van de scheiden van kerk en staat, zoals het heet. Dus u vindt het geen goed idee? Nee, dus ik denk dat die neutraliteit heel belangrijk is om die te blijven uitstralen. Dus ik lees tussen de regels door, of luister tussen de regels door, dat u het een slecht idee vindt om bijvoorbeeld politie of justitie met religieuze symbolen. Nou ja, kijk, je kunt overal een discussie over voeren. We willen wel bijvoorbeeld ook graag meer mensen van allerlei achtergronden kunnen. Ja, laat ik maar over defensie zelf praten. Die willen we er graag bij hebben. In dat kader kan ik me die discussie nog wel voorstellen. Maar ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is dat de uitstraling altijd blijft neutraal. We zijn er voor iedereen. En bovendien, de uitoefening van de functie brengt ook met zich mee dat een uniform is functioneel. Hè? Dus en neutraal. En neutraal, precies. Okay. Ik wilde jullie